Of om je droom echt werkelijkheid te maken, denk je dat je alles moet sacrificen. Dus ook zeg maar je mental shit en alles, je fysieke gesteldheid, alles. En ik denk dat ik daar zeg maar even de fout in ben gegaan. Music Matters zet zich eigenlijk in voor talentontwikkeling op het gebied van muziek. Met Take Off equippen we eigenlijk jonge Rotterdammers, creatievelingen, om hunzelf verder te professionaliseren in hun vakgebied. Vanaf 10.000 uur, dan pas kan je zeggen, ik master dit. En dat is ook waarom ik er les over geef, omdat ik weet van, ik schrijf al vanaf mijn 10e. Nu dus bijna 26 jaar, kan je nagaan. Ja, ik ben wel geboren met een bepaald talent, maar ik moest het wel ontdekken. Oké, wat kan ik goed doen en wat mis ik eigenlijk? Iedereen legt alles anders uit, dus naar zoiets gaan en op school volgen is toch weer wat anders, weer elke keer wat nieuws. Als je die bijbaan hebt, zorg ervoor dat je klaar kan staan. Zorg ervoor dat je je speakers koopt met die bijbaan en ga ervoor. Ik denk dat ik altijd te emotioneel betrokken ben geweest bij muziek. En dat ik nu echt pas aan het leren ben om mijn emoties opzij te zetten en ook zakelijker te zijn. Zeker wanneer je met andere artiesten te maken hebt, zou dat wel moeten. Zorg voor een goed team om je heen, zeg maar. Gewoon mensen die naar dezelfde kant kijken als jij. Regel een boekhouder als je voor jezelf begint, weet je. Dat zijn echt dingen die moet je uitbesteden, want je hoofd wordt helemaal gek gewoon. Als ik met mensen zit of als ik over muziek spreek, dat ik er niet meer bang voor ben. Dus ik schuil me niet achter mijn passie van muziek. Ik ben nu gewoon openlijk over dat ik die passie heb. Dus dat is al de eerste stap voor mij. Dat is gewoon, I'm coming out. I'm coming out. Ja. Sowieso consistency met je muziek. Netwerk is echt best wel belangrijk. Ja, ook veel liedjes jezelf uitbrengen. Ja, jezelf goed promoten, optreden. En ik denk dat dat sowieso een van de belangrijkste factoren is om jezelf te promoten in de muziekindustrie. Op het moment dat ik zeg van, dit is het moment om op te geven, dan krijg ik een berichtje van, hey, kijk wat ik met die muziek heb gedaan. Dat zijn voor mij momenten om te realiseren van, oké, ik kan nu niet opgeven. Bloed kruipt waar het niet gaan kan. Muziek blijft altijd wel. Het blijft altijd je wel weer terugroepen. Dus never quit. It's not gonna be easy, but it's gonna be worth it. Sta achter je product. Wat het ook is, je moet zelf 100.000% achter je product staan, wat andere mensen ook zeggen. Gewoon gaan. Motivatie, ambitie, tijd en geld. Dat zijn de drie dingen die ik zou zeggen, pak dat goed aan. Altijd blijven geloven. En ik weet, soms is het moeilijk. Soms heb je momenten dat je aan jezelf twijfelt. Don't doubt yourself. Don't. Nee. Ik heb 8 jaar lang geen vakantie gehad. Daar kies je zelf voor wat je sacrifices zijn. Weet je? En ik heb door niet te kunnen rusten een tijdje, heb ik wel nu bijvoorbeeld een familie, een gezin, getrouwd zijn. Te kunnen leven van mijn muziek. Ik ga volgend jaar een brand new car kopen. Dus, en ik wens dat iedereen toe, maar weet dat het niet. Het is hard werken.